Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn vandaag op het Hop On Hop Off Festival, waar verschillende ijskraams en bierproeverijen zijn opgesteld op een heel speciale locatie, namelijk de ijsbaan. Wij nemen een kijkje. Hoe is dat nou om vandaag hier biertjes te drinken op een schaatsbaan? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En wat maakt het nou zo fantastisch? Een ijsbaan. Ja, het had wel iets meer open lucht kunnen zijn met een mooi zonnetje vandaag, maar voor de rest prima sfeertje, lekker veel ruimte. Bier drinken is een hobby van me, dus super. Leuk. Ja, toch wel gezellig. Ja? Ja. En wat trokken jullie nou hier naartoe? We hadden referenties gehoord online en we dachten, komen lekker naar hier. Anders dan in België, of hoe moet ik dat zien? In België hebben we niet zo'n grote festivals als alcohol en bier verbruiken. We hebben wel wijnfestivals aangelinkt met bier, maar niet zo groot. Het is een leuke plaats. Ja? Een lekkere bier. Hoeveel biertjes heb je al op? Te veel. Te veel. Maar hoeveel gaan er nog volgen, denk je? Ook nog te veel. Okay. We gaan een biertje leren tappen, dames en heren. Wat is nou het geheim van een perfect getapt biertje? Perfect getapt biertje? Nou, het begint bij een schoon glas. Dat is het allerbelangrijkste. Dus we gaan hem eerst even spoelen. Okay. We gaan hem eerst spoelen. Jij gaat hem spoelen. Oké. Okay. Ja, ja, hier eerst in deze. Ik zou hem eerst in deze pakken. In deze. Ja. Hop. Even goed te doorheen. En dan hierin. Na spoelen. Ja, na spoelen. Hoppatee. Ja, super. Goed schoon? Ja, deze is even fijn. Perfect. Ziet er schoon uit, toch? Okay. Daar gaan we. Nou, dan ga je hem eronder houden. Hou jij de microfoon vast of niet? Ja, zal ik dat doen? Ja, oké. Okay. En dan hou je hem in een hoek van 45 graden ongeveer. Hè? Weet je? Ja, perfect. En dan ga je hem open gooien. Helemaal deze kant betrekken. Vasthouden. Perfect. En zorg dat het tapkraantje er niet in komt. Zakken met het glas. Stop maar. Nou, hé. Hey. Eerste keer? Gefeliciteerd hoor. Ik drink zelf helemaal geen bier, maar jij mag hem van mij helemaal opdrinken. Die ga ik voor jou opdrinken. Want helemaal is, goed. Kijk, is mooi. Twee vingers schuim geldt daar hierbij ook. Super getapt. Ja. Okay. Nou, hartstikke bedankt. En hoeveel biertjes heeft u nou al achterover geslagen? De eerste. Oh, de eerste. Maar bent u wel meer van het bier? Of bent u eigenlijk meer een wijndrinker? Nee, ik vind speciale biertjes wel heel lekker. Dat is wel uw ding. En waarom is dat nou zo lekker? Ja, dat is echt bier. En anders drink je een pilsje, maar nu drink je een echt biertje. Ja. Ik hou eigenlijk ook wel van barrel aged. Ik heb zelf namelijk een webshop en speciaal bierpakketten, lobbier.nl. Je gaat gelijk reclame maken. Tuurlijk, daar maak ik nou gebruik van. Ja, maar waarschijnlijk wordt dit eruit geklimpt, maar allemaal niet uit. Dat niet. Ja, dat weet ik niet. Oké, nou, dat zien we dan wel. Okay. In ieder geval, daardoor heb ik wel heel veel verschillende bieren inderdaad al geproefd, zeg maar. En ja, dat vind ik toch wel een van de favoriete stijlen. Ja, gewoon goed van smaak. Maar ook gewoon als je een biertje bestelt bij iemand op zo'n festival, dat er ook gewoon wat beetje informatie bij komt, wat ambacht en gewoon wat toevoeging. En dat maakt het ook gewoon leuk op zo'n festival dat je een beetje kan praten met de mensen. Dat je niet gewoon een flesje in de supermarkt koopt, zeg maar. Of in een bierwinkel. Maar het is ook een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Ja, dat hoor ik hier vaker. Het weer, dat heeft wel veel invloed. In de winter drink je wat donkere biertjes en zo met zonnetje in je nek lekker wat verfrissendere biertjes zoals deze. Het is de Surf & Turf Triple. Dus we beginnen lekker zwaar. Okay. Kunt u er al iets over vertellen, of niet? Heeft u al iets gehoord? Nou, hoe smaakt hij? Ja, erg lekker. Ja? Ja, echt heel lekker. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van bier. Wat proeft u nou allemaal? Hij is een beetje kruidig. Ze hebben ook wel verteld dat hij op whiskyvaat is gebrouwen, dus daar proef je er wel een beetje doorheen. Maar verder moet je het echt niet aan mij vragen, ik heb er geen verstand van. Hij smaakt gewoon lekker en op naar de volgende. Precies. Dank u wel. Breda Nu. Je weet het meteen.